Goedenavond. In Genève zijn de olieministers van de OPEC-landen weer bijeengekomen. De OPEC is een soort kartel van een aantal olieproducerende landen. En samen proberen die landen de prijs van de olie op de wereldmarkt te bepalen. Maar dat lukt de laatste jaren niet meer zo goed, omdat de OPEC-landen nog maar 1/3 deel van de wereldproductie voor hun rekening nemen. De Saoedische Arabische olieminister Yamani speelt een doorslaggevende rol op de vanmorgen begonnen conferentie. Zijn land is de belangrijkste producent binnen de OPEC. Saoedi-Arabië wil dat alle OPEC-landen zich in de toekomst strikt houden aan hun productiequota. Anders zal de prijs van de olie verzakken onder de $28 per vat die nu geldt, zo zei Yamani vlak voor de vergadering vanmorgen. I'm not warning, I'm just telling you that if there is no cooperation within an OPEC producers, prices will come down drastically. And this is what they call it a price war. We don't fight. De twee mannen die in Frankrijk waren gearresteerd in verband met de Heineken-ontvoering staan nu onder huisarrest en zitten in een plaats 80 kilometer ten noorden van Parijs. De Nederlanders zijn uit de gevangenis ontslagen toen Nederland het verzoek hen uit te leveren introk. En Frankrijk zal de mannen nu uitwijzen. Advocaat Moscovic is er voor advies. En de grote vraag is of de twee Nederlanders zelf het land mogen uitkiezen om uitgewezen te worden of niet. U hoort een reactie van een van hen. Ja, mijn reactie is gewoon ja. De Franse regering die heeft gewoon de wet gerespecteerd. En die heeft gewoon het allemaal volgens de regels gedaan. Die heeft alles keurig en netjes behandeld. En daar ben ik heel tevreden over. En op het moment ben ik toch een beetje geschrokken naar de reactie die Nederland heeft eigenlijk uitgevoerd. Ja, in wat voor opzicht? Ja, dat ze ene dus de extraditie teruggetrokken hebben. Ja. Na 2 jaar onderhandelen. Ja. Dat wil zeggen, u wilde uitgeleverd worden naar Nederland? Ja, ik wil dat de wet natuurlijk gerespecteerd wordt, zal ik maar zeggen. Ja. Op het nippertje is vandaag een bestuurscrisis binnen de KNVB afgewend. Met een minimale meerderheid kreeg het bestuur het vertrouwen van de bondsvergadering. Vooral de amateurclubs roerden zich op de vaak spannende vergadering. Want die amateurs zijn boos omdat het KNVB-bestuur voor 2 miljoen gulden een contract heeft gesloten met het commerciële kabelbedrijf Filmnet ATN. Sinds een paar weken zendt Filmnet naast films op zondagmiddag ook voetbalwedstrijden uit. De clubs zijn bang dat daardoor toeschouwers en actieve leden thuis zullen blijven. Vandaar de kritiek op het KNVB-bestuur dat dit contract afsloot. Na uren vaak emotioneel vergaderen kreeg het bestuur op het nippertje voldoende vertrouwen. En voorzitter Van Marlen las zonder triomf de uitslag voor. Uitslag was 30 stemmen voor de motie van vertrouwen en 29 tegen. Denkt u per se niet dat er nu een vreugdegeschal achter deze tafel zal opklinken? De vroegere Duitse bondskanselier Willy Brandt is op het ogenblik in Polen en hij bezoekt daar de president Jaruzelski. Brandt, hij is Nobelprijswinnaar en leider van de West-Duitse Sociaaldemocraten. Brandt bespreekt in Polen kwesties rond het machtsevenwicht in Europa, zoals bijvoorbeeld een kernwapenvrije zone. Op het hoofdkwartier van de Poolse Communistische Partij in Warschau spraken Brandt en Jaruzelski lang met elkaar. Daarbij kwam het korte bezoek van Jaruzelski aan Parijs ter sprake dat politiek zoveel stof in Frankrijk deed opwaaien. Brandt pleitte verder tijdens een toespraak in Polen voor een onafhankelijke opstelling van de Warschau-paktlanden en trouwens ook van de NAVO-lidstaten. De Rooms-Katholieke Bisschoppensynode in Rome, die zijn werkzaamheden vandaag afsluit, heeft besloten het slotdocument openbaar te maken. Het is voor het eerst dat zoiets gebeurt. In het slotdocument staan de aanbevelingen van de bisschoppen die de afgelopen 2 weken bijeen zijn geweest. Ze hebben gesproken over de ontwikkeling van het katholicisme in de 20 jaar na het Tweede Vaticaans Concilie. Paus Johannes Paulus II riep alle bisschoppen in de wereld op het werk van dat concilie aan alle mensen te verkondigen. Maar tegelijkertijd waarschuwde hij voor verkeerde interpretaties van de uitkomsten van dat concilie. En dan het weer. Het is morgen een zwaar bewolkte dag en voornamelijk in het zuiden en oosten kan er wat regen vallen. Het blijft zacht met een middagtemperatuur van ongeveer 9 graden. Tot zover, tot ziens.